Mijn kluis past dit in mijn kluis. Ik weet niet wat je nou doen bent, maar... Ja, filmen. Ja. Hoe laat zouden we hier zijn? 2 uur. 2 uur. Oké, we zijn dus een uur te laat. Het ziet er dit gezellig uit. Dit is de tweede helft. Oh. Nee, dat is grapje. Dit vind ik echt geen leuk spel. Nou, oké, daar heb ik alweer. Hey mensen, het is super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Kean Ruigrok en het is vandaag kerst. Dat zeg ik eigenlijk verkeerd, het is helemaal geen kerst vandaag. Het is namelijk nu 28 december 2021. Dat betekent dat over een paar dagen alweer 2022 is. Wat gaat de tijd toch snel? Niet normaal. Weet je wat nog meer niet normaal is? Ik ga namelijk deze vlog een keertje anders doen dan dat ik het normaal doe. Dat komt omdat ik een paar foutjes heb gemaakt tijdens het filmen. Wil ik het zo gaan oplossen. Wat ik ga doen is ik ga alles wat in deze vlog gebeurt, ga ik hier nu al vertellen. En dan laat ik het jullie daarna zien. Waar het namelijk allemaal begon deze vlog. Waar het allemaal begon. Is op school. Yo guys. Kerem hier is echt... super saai. Zie je, wat ben je aan het doen? Hoe moet ik dit oplossen dan? Wat is er dan? Mijn kluis past het in mijn kluis. Ah, gaat dat ook nog kapot? Je bandje. Het is een... Wat is het eigenlijk? Het is een woensdag om 4:30. We zijn vrij. Ik was van vandaag van plan om te gaan vloggen. Maar we hebben eigenlijk alleen les gehad, want er is niet heel veel aan wat. Tiffany die wil iets uit haar kluisje pakken. Ja, mijn jas. En, oh, jouw jas ligt in Tiffany's kluisje. Ze wil met jou content YouTube en dan mijn jas in de kluis. Zo. Dan kan ik niet naar huis. Hé, dat ruimt ook nog eens. Dat is wel mooi. Precies. Dat vind ik wel mooi. Wat heeft ze nodig dan? Nou, haar jas, of Thijs zijn jas zit in het kluisje van Tiffany. En Tiffany heeft haar kluisjespas in het kluisje gelegd. Ik word er gewoon boos van. Nee, echt. Oh, wat joh. Ja. Max. Ah, ik wil via het paaltje, want ik wil gaan sketchen. Begin jij maar. Jij kan het dan. Gas, ik wil hem via het ding kaas. Oh ja. Begin jij maar, jij kan het niet. Ja, dit is echt lastig. Oké, we gaan nog niet verder met de rest van de vlog. Wat is de planning? Wachten. Wachten, waarom? Ja, zo'n hogere baas van de beveiliging of zo heeft een loper en die is nu heel even weg en die komt zo weer terug. Ah. En dan kunnen ze met die loper of zo mijn kluis openmaken. Oh, dus een gast die jouw kluis kan openmaken is er niet. Hij is echt kut en dan hoop ik dat hij in mijn jas zit. Dat hoop ik ook, anders ben ik gewoon kwijt. Ja, dat zou helemaal kut zijn. Jongen, hoe kom jij bij om gewoon de pas voor je kluisjes in je kluisje te leggen? Dat weet ik ook niet, als ik dat wist. Maar nu kan ik jullie wel een keer laten zien hoe Deltion by Night is. Want dit is hier altijd wel mooi. Het is altijd best wel heel erg sfeervol. Kijk hoe vet al deze trappen zijn en zo. En dan al die lichten en lampjes. En nu ook met de kerst. Kijk wat sfeervol. Kijk, Jeffrey is er gewoon nog, maar die staat te kletsen. Bart en Roma die zijn naar huis, maar ik wil dat Jeffrey even supporten. Dus we zijn nu weer bij de kluisjes en dan gaat het hopelijk gefixt worden. Hopen dat jouw pasje erin zit. Dat hoop ik echt voor je. Anders ben je echt een lul. Ik ben doodeng. Ja hoor. Oh, hij zit erin. Ja hoor. Oh, gelukkig. Dankjewel. Top, dankjewel voor het helpen. Ja, om het zacht uit te drukken was dat gewoon ontzettend dom van Tiffany. Hierdoor ben ik gewoon te laat geweest voor mijn avondeten. Voor daar is Tiffany een heel aardig persoon hoor. Maar weet je wat nog meer heel aardig is? Mijn nicht, mijn oom, mijn ouders gingen even naar de Hamels om kerstinkoop te doen. Want daar gaat deze vlog natuurlijk over, kerst. En ik kon niet mee. Ik moest werken, dus ik heb ze gevraagd om het te vloggen voor mij. En wat dus heel lief was, is mijn nicht heeft het even voor mij gedaan. Kijk maar. Yo vloggers. Kijk daarin. Wij zijn onderweg naar de Haros voor de kerstboodschappen. Lou is bed mij. Ik ben de vlog takeoverster voor vandaag. Ja. Nou, we zijn aangekomen in de Haros. Ik weet niet of ik hier mag filmen, maar hier zag al een hele mooie leuke glaasjes. Maar ja, wat mooie bordjes. Maar we gaan zo even naar het vlees en dan gaan we even kijken wat voor lekkers allemaal meenemen. We hebben lekker vlees voor opa en oma,
een rollade. Vinden we het nog leuk? Ene. Ja, en nu gaan we eventjes lekker kaarsjes uitzoeken. Kaars, kaars. Ik ben ook een klant. Alleen maar snoep en koek en ook nog in alleen maar heel veel en groot. Deze. Natuurlijk, zelf moest ik ook wat dingetjes doen, want anders dan voel ik me nutteloos. Dus ik heb ook even wat kerst inkopen gedaan met mijn moeder en mijn oom. Goedemorgen, dames en heren. Ik kan de camera niet al te hoog houden, want dan wordt hij sowieso. Ik ben in een winkel, dus we moeten niet zien dat ik aan het filmen ben. Maar ik ben in een winkel, zoals ik net zei. Want mijn moeder, ik en mijn oom gaan nog even de laatste kerstspullen halen. Kijk, we hebben gewoon hier één kar en we hebben hier gewoon nog een kar. Ze zijn beide nog helemaal vol. En dat gaat niet. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar... We gaan het filmen. Alleen de mensen die ik zelf gaan mag filmen. Ik heb toestemming van haar en van hem. Ja. Voor de rest niet. Ik zei het, hè. Dat is gewoon letterlijk. Ik was heel even met de camera iets hoger dan dat ik nu aan het filmen ben. Dat za. Gelijk zagen ze het. Maar ik mocht de prijzen mocht ik niet filmen. Nou, ik kan ze wel opnoemen. Je hebt die Wico CT's. 4,59 euro bij 2 stuks 10% extra korting. 4,13 euro. Ik heb niks in de gas gedaan. Ik kan er heel eerlijk over zijn. Ik zie daar het woord tot ziens. Dus ik vind dat ze me hier niks meer kunnen maken. We hebben twee karren met boodschappen. Kijk maar, hier loopt Harold met één. En dan komt mijn moeder aan met nog eentje. Hey, het regent, wat een kutweer. We zijn hier bij mijn winkel. Zo noem ik het altijd, omdat hier werk ik. En het voelt gewoon als mijn tweede thuis. Dit vind ik erg. Ik werk hier dus al super lang. Maar ik kan de kaneelstokjes niet vinden. Waar zijn die dingen? Die horen volgens mij hier te liggen. Ja, volgens mij heb ik gelijk. Vanillestokjes. Nu kaneelstokjes. Verdomme. We hebben het gevonden hoor, de kaneelstokjes. Hoppa. Maar ja, waar doe je nou kerstinkopen voor? Waar doe je die nou voor? Nou, niet voor kerstdag 1, want kerstdag 1 heeft niks te maken met de kerstinkopen. Want we gingen naar mijn oma en niet naar mijn oom. Want we gaan tweede kerstdag pas naar mijn oom. En daarvoor hebben we dus die kerstinkopen gedaan. We gingen naar mijn oma op eerste kerstdag. Kijk maar in. Dat was het Rens voor kijk maar even. Goedemorgen, dames en heren. Het is vandaag eerste kerstdag. Dus we gaan onderweg naar mijn oma. Hé, het is gewoon mooi weer. Het is gewoon mooi weer. We hebben net al een kerstontbijt gehad. Lekker uitgeslapen. Kerstlunch was het inderdaad eigenlijk. We hebben lekker uitgeslapen. Uitgeslapen ook. Wat ik echt wel nodig had eigenlijk. Oké. Okay. Hey, waar zijn we? Waar zijn we? Ah, gadver, op de kwijlen. In ieder geval, we zijn natuurlijk... Nou, dat klinkt goed. We zijn natuurlijk alweer te laat, maar hè. Kan gebeuren, half uurtje, maakt niet uit. Mijn oma heeft eten besteld. We hebben geen idee wat voor eten en eigenlijk heb ik helemaal geen zin in eten, want we hebben net ontbijt gehad en ik zit nog steeds vol daarvan. Maar we zullen zien. Nou, het was toch afhalen en gelijk weer weggaan. Voor jou wel. Nou, leuk. Dag. Hoe laat zal het hier zijn? 2 uur. 2 uur? Ja, en dus, ik weet niet wanneer je zijn, maar 2:15. Oké, we zijn dus een uur te laat, in plaats van een half uur. Oh, dat is echt erg eigenlijk op kerst. Zou die om 2 uur zijn, het is nu 3 uur. In ieder geval, kijk, de tafel is helemaal gedekt, hoeven wij dat tenminste niet meer te doen. Dag jongen. Hi, fijne kerst. Ja. Heb jij honger? Super, kijk, we zitten hier. Heerlijk aan deze tafel. We hebben hier al wat ham. Is dit jamon, oma? Spaanse ham? Nou, dat staat er niet bij, maar het is... ik hoop het wel. Dus ik denk het wel, maar ik weet het. En meloen volgens mij is hier, ja, of is dat komkommer? Yes, dat is meloen, denk ik. Nou, in ieder geval, ik vind het niet gezellig om met de camera aan tafel te zitten, dus gaan we wegleggen. En dan gaan we even eten. Welkom. Oh nee, jullie waren welkom. Voor deze nieuwe vlog. Ja, we hebben het eten niet opgekregen. Gewoon kijken, film is het eten. Je hoeft niet zo slow, maar gewoon met iets meer tempo. Die mag, hij kan vrij weinig. In ieder geval staan nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bakjes vol met eten. Want we krijgen het niet op omdat we net ook hebben ontbijt. Is dit goede content? Laat het weten in de comments. Het is tijd voor het lekkerste van de maaltijd natuurlijk. Het toetje. En kijk wat ze hebben. Dit is echt lekker ofzo. Wat praat ik aan? Ik weet niet. Het is echt lekker.
soesjes, moes, van die macarons en zo. Oh, wat lekker. En dan kijk je. Kijk je? Wat vet. Allemaal kleine bolletjes ijs. Kom op, ze wachten. Ik ben klaar. Wachten. Oh, iedereen is alweer ongeduldig. Oh, lekker hoor. Wat was het eetbaar? Ja, het is echt lekker. We hebben heerlijk gegeten. Heerlijk wat ijs, vooral veel ijs uiteindelijk gegeten. Dus genoeg gegeten, lekker vol. We gaan nog niet naar huis, we gaan eerst nog even naar mijn tante en mijn oom. Die wonen hier heel dichtbij. Die vinden het even leuk als we langskomen. Nou ja, dat snappen wij wel. Dat is echt nooit sneller. Ik zie niet. Zwaai niet meer hoor, ze houden niet meer plots. Nee. Het is ontzettend koud om. Oh, ze zwaait wel. Ja. Later. Doei doei. Ja, loop maar jongens. Ja. Tot zo. Kijk, ik probeer het nu bij te lichten met mijn zaklamp. Oh, jij gaat ook met de auto. Ja, wat is dit nou weer voor scheidzooi? Kijk, nog best wel leuk uit. Wat is dit daarom? Ik denk, mama gaat met ons meelopen. Nee hoor, wij moeten weer... Wat? Je weet toch wel waar je tante woont? Oeh, wat is dit? Ik denk mijn moeder gaat lekker met ons meelopen. Nee hoor, stapt ook gewoon in. Laat het maar weer aan ons over. Ja. Wat een gezeik dit. Het is nog 7 uur. Nee, het is wel net 7 uur en we hebben al het gevoel alsof het 10 uur is. Nou, ik heb zo vroeg hebben gegeten. Ik heb erg gevoel alsof het misschien al middernacht is. Om 4 uur. Ja, om 3 uur hebben we ons avondeten gehad. Dus dan begrijp je wel. Toetje om 4 dus uur. Begrijp je wel. Oh nee, dat is iets later. Dan toetje om 5 uur. Dus ja. Dan begrijp je wel dat het nu veel later voor ons lijkt. Ja, nou voor mij is het echt 12 uur. Gegeten, hoor. Dus. Voor mij is het en echt 12 uur. En we hebben ook veel later ontbeten. Dus de hele dag is eigenlijk een beetje opgeschoven. Waarom praat jij zoveel? Maar dat is wel zo. We gingen om 12 uur uit. Om 1 uur zaten we aan het ontbijt. Om 3 uur waren we aan het avondeten bezig. Wat nou? Oh nee, mensen liepen daar. Sorry, dat had ik niet door. Ik dacht dat het gewoon een hond in de voortuin was. Vind ik altijd leuk om tegen te schelden. Maar een ontzettend leuke kerstdag. Kijk eens gaan dan. We zijn gewoon aan het Mario Karten met kerst. Het is nu mijn vader tegen mijn oom en mijn tante. Wie staat er nu eigenlijk eerste? Ja. Wie staat eerste? Oh. Wie is dat? Hoekstra, jongen. Oké, Kieran. Teron. En meneer Ruud, MR Ruud. Dat is dus MR Ruud. Hey. En dat is dus Teron. En dat is dus. Ja, ik wil met de. Dood! Kijk dan hoe gespannen ze zijn. Ja. Kom op. Ja! Oh, hoorden jullie die baby's van? Ja! En na eerste kerstdag volgt tweede kerstdag bij mijn oom. Daarvoor hebben we die kerst in Kopen gedaan. Dus daarom gingen we even naar mijn oom. En echt, het was super gezellig. En ik heb jullie meegenomen, want kijk maar heen. Dat is nog steeds Drents voor, kijk maar even. Het is weer precies hetzelfde liedje als gisteravond. De twee luie flikkertjes gaan met de auto. En wij twee moeten maar weer gaan lopen. Heerlijk. Hey, doei hè. Hey, succes hè. Kijk, wow, ze zijn allemaal met lenzen beslagen of zo. Wat vaak, maar we zijn gearriveerd. En kijk, het eerste wat we zien is eten. Zijn dit druiven? Een schaal met druiven. Wat moet je dan met een schaal met druiven? Eten. In een ovenschaal met druiven. Vaag, maar ziet er allemaal lekker uit. Kijk eens hoe netjes, leuk, mooi dit eruit ziet. We gaan even het avondeten voor vanavond bekijken. Dit ruikt wel echt naar konijn. Ja, het is vooral die bak die... Wat een leuke bal. Oh, echt wel leuk. Ja, echt een leuke bal. Ja, van wie heb je die gekregen? Ja, voor jou, wat leuk. Ah, wat leuk. Wat ontzettend hoor. Goed gemaakt. Origineel, ja. Echt leuke beestjes. Ja, ze zijn echt heel lief. Ja, ze zien echt heel schattig uit. Wat ziet dit er gezellig uit? Dit zit hoor. Had ik dat erop? Toch even verplaatst, sorry. Weet dat ik dat erop? Kijk. Het is wel grappig. Zo net de tafel en mijn bureaustoel was.
Vijf over vijf. Nee. We zitten nog steeds niet te eten. Nee, het duurt echt ontzettend lang. Dat is echt verschrikkelijk. Hier is te veel. Hou je mond! Dit is sport. Wij luisteren gewoon. Wat zijn die druifjes nou geworden uiteindelijk, Harold? Proefbaar is, gewoon proeven. Het is gewoon een druif in de oven. Oké, een druif in de oven. Heet. Hier. Eetbaar. Kom maar. Nee, dat is gewoon hartstikke lekker. Oh, dat is inderdaad lekker. Ja. Broodjes, carpaccio voor mama, glutenvrij. Ook carpaccio voor ons. Eten daar voor ons. Jolie. Jongen. Het voorgerecht hier. Soep. Groentesoep gemaakt door mijn mama. Ga even proeven. Oh, dat is lekker. Serieus. Dat is echt goed. Dit is toch tussengerecht? Is dit een tussengerecht? Heb je al verteld wat je hiervoor hebt gegeten dan? Ja, een broodje carpaccio heb ik hiervoor gegeten. En tomaat met mozzarella. Oh, en tomaat met mozzarella. En wat is dat? Camembert. Ik heb eten gegeten. Dat was als voorgerecht. Nu hebben we dus tussengerecht. Oké, dus dit is een tussengerecht. Voor wat moeten we hiermee? Lekker in de soep. In de soep. Ken je dat niet? Dat heb ik nog nooit gehad, nee. Dat maakt gewoon is een beetje smaak. Lekker. Lekker. Ik ga het wel proberen. Ronde 3. We hebben groentes. Gaat. Dit ga ik niet zo. We hebben. Hoe heet deze ding? Stoofpeertjes. Oh ja, stoofpeertjes. Fantastische dingen. We hebben hier vlees. Wat hebben we hieronder? Ook vlees. Ook vlees. Kijk wat mooi. Wat. Nou, gaat niet zo heel lekker dit, hè? Die stond de eerste. Oh ja. En Bidou gaat het straks doen, die rijdt zo weg. Ja. Dat denk ik. Dat denk ik. Terwijl wij Formule 1 aan het spelen zijn, zijn de dames iets goeds aan het doen. Iets waar we iets aan hebben aan het doen. Want oh, oh, oh. Lekker toetje. Wat ziet dit er goed uit. We hebben alles gehad. Voorgerecht. Tussengerecht, hoofdgerecht en nu is het tijd voor het nagerecht. En dat heeft Milou gemaakt, toch? Of jij ook gelijk? Nee, ik heb alleen de laatste dingen mee geholpen. Milou heeft het grootste deel. Ik heb eigenlijk alles gedaan. Milou heeft eigenlijk alles gedaan. Dit blijft nu niet staan, denk ik. Wat is dat? Karamel. Oh, lekker. Oh, het ziet er echt heel lekker uit. Oh, wow, wow, dit is echt lekker. Ja, hè? Even een hapje proberen. Nu zo. Oh, hij is echt lekker, hè? Hij is echt goed gelukt. Ja, ook lekker. Goed gemaakt, Milo. Serieus. Heerlijk. En dit karamel. Kijk. Nee, dit is karamel. Je kunt niet zien dat het snel niet schrijft. Maar deze karamel is echt lekker. Hoe kan jij nou weer op hebben, papa? Heel klein stukje. Nee, echt niet. Heel klein stukje. Meneer is nog bezig. Behalve meneer. Zit dat wat in je baard? Hij is nu nog witter dan dat hij normaal is. Is goed, dan kan ik het straks van nagenieten. Ja, lekker. Het is zoet. Het is echt zoet. Lekker. Erg lekker hoor. Ja, echt lekker. Nee, dat rolt op man. 100% bal. Hier. Oh ja. Ja, ja, ja. Dit is de tweede helft. Oh, nee, dat is grapje. Oh, mooi. Zo! No. No. Oh, wacht even, ik krijg er de opstelling van. Racing forward, trying to catch them out. Wat een slechte paas. Ja, ja. Oké, okay, nu dat rondje. Ja! Ja! Nee! Ja, oh! Ze trapt erom. Oh, dat zei hij. Ja. Well, here's the replay. Super fast counter attack on ball at its best.
Ja, Dallo. Ja, Dallo. Great shot, ik vind het echt leuk. Ja, Kopa. Dit vind ik echt geen leuk spel. Nou, oké, daar hebben we het alweer. De meeste mensen zijn naar bed, mijn ouders zijn naar huis. Mijn oom en zijn vriendin liggen op bed. Maar wij nog niet. Wij gaan keihard stoer struinen. Oké, het staat nog helemaal nergens op wat ik nu aan het zeggen ben. Ik ben wel moe, maar het is zo ontzettend gezellig nog. Dit is gewoon FIFA te spelen. Zo leuk. Gewoon een beetje met z'n allen een beetje kloten. We hebben net Formule 1 gedaan zoals jullie zagen. Nou, we konden er allemaal niks van, maar dat is zo grappig. Zo leuk en dit ook. Het is tijd. De hoogste tijd. Je wordt bedankt voor deze avond gezelligheid. Het is tijd om naar huis te gaan. Ja, het is, hoe laat is het eigenlijk? 12:15. En we gaan naar huis. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze 2 dagen van kerst. En eigenlijk 3, want er was ook nog die hanos. Volgens mij heb ik er ook in gedaan. Nu zit ik te twijfelen. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, dan vind ik zeker even een blauw duimpje mogen reageren met tips en tops. En abonneer als je dat niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie de volgende video weer te zien. Zoals ik altijd zeg. Ah. Juist. Yes.